Armand Achaiversing heeft vandaag officieel het ministerie van Financiën en Planning overgedragen aan minister Albert Ramdien, die voor de tussentijd zal waarnemen op het departement. Achaiversing haalde aan dat hij samen met het team van het ministerie aardig wat werk heeft verzet. Tegelijkertijd wees hij minister Ramdien erop dat er nog veel werk aan de winkel is. De scheidende minister gaf Ramdien mee dat er genoeg mensen op het departement zijn die zullen helpen om het werk verder uit te zetten. U heeft goede mensen op het ministerie. Niet alleen de ambtenaren, maar ook de adviseurs. En ook de andere organen zoals de Belastingdienst, Douane, etc. Bureau, Staatsschuld, Planbureau. Ik weet niet of ik andere organen vergeten ben, maar u vergeven mij dat. Goede mensen die weten waar ze over praten en weten waar we naartoe willen. En ik ben ervan overtuigd met de voortgaande inzet van deze mensen dat we het einddoel gaan bereiken wat we als regering ons voorgenomen hebben. Minister Ramdien haalde aan dat op basis van de presentatie die Achaiversing heeft gegeven, hij hoopt dat de president zo snel als mogelijk een opvolger voor hem zoekt. Hij merkte op dat het ministerie iemand nodig heeft die volledige aandacht en verantwoordelijkheid zal hebben voor het departement. Minister Silvano John Ahin, die zal optreden als tweede vervanger, zei dat minister Achaiversing grote laarzen achterlaat die ingevuld moeten worden. Ik ga een aantal dingen missen in de relatie met minister Achaiversing. Ik heb hem vanaf het begin eigenlijk op zijn kantoor toen gesproken over deze functie, samen met wat anderen. Daarna is er dus een periode geweest van niet inwerken, maar dealen met situaties die belangrijk waren zelfs voor 16 juli. En dat waren belangrijke zaken, anders zaten we echt in grote problemen. Als die zaken niet waren opgelost. We zouden dan al voordat de regering aantrad in default zijn. Twee momenten van default zijn voorkomen geworden door optreden van ook minister Achaiversing. Omdat wij in een periode zitten waar we echt een dedicated minister nodig hebben, die zich buigt over de zaken, de financiële zaken in het land. We gaan door een aanpassingsprogramma op dit moment. Dat is, en ik kan het niet genoeg herhalen, het is een ongebruikelijk gebeuren voor elke minister van Financiën, waar dan ook ter wereld, om door een aanpassingsprogramma te gaan. En dat is waarin we zitten. We hebben begrip voor de situatie van collega Achaiversing. Maar het is waar dat we eigenlijk heel verdrietig zijn dat hij geen deel meer zal uitmaken van ons team. Het is een gangmaker geweest in de RVM. Na het ondertekenen van de overdrachtsdocumenten heeft minister Achaiversing in de middag afscheid genomen van zijn collega's.